Gotta get that. Gotta get that. Finalistes hebben er al een paar werkdagen Thailand op zitten, maar van het land zelf hebben de meeste meisjes nog niet veel gezien. Vandaag zijn ze te gast in een natuurinstituut dat onder meer eieren van zeeschildpadden uit de handen van stropers redt en de jonge dieren voorbereidt op hun leven in de Vrije Oceaan. We volgen vandaag Justine, die op een bijzondere manier in het Miss België verhaal is beland. Het is eigenlijk heel onschuldig begonnen, want enkele van mijn vriendinnen hadden me voor mijn 18e verjaardag ingeschreven en ik wist van niets. Dus ja, het was eigenlijk, dat was hun origineel verjaardagscadeau. En eerst was er natuurlijk een beetje de twijfel, want ja, het is toch een kleine shock aangezien ik daar zo ingesmeten werd. Dus ik bleef daar heel nuchter, want er is maar één meisje die kan winnen. Ik had niet verwacht dat ik hier al zou zitten in het prachtige Thailand dat je ziet. Ik zit hier nu, dus ja, doen ons best, maar we blijven onszelf. En ja, we zien wel. Als kind was ik eigenlijk een echt babbelgat. Dat is het woord dat ik daarvoor heb. De mensen vonden natuurlijk dat wel tof, zo, want ik was een witte kop met krulletjes. En dat begon iedereen spontaan aan te spreken. Mama zit dan Justine. Een beetje stiller meisje. Ik was altijd zo heel vreugdig en levendig. En ja, ik was een spook. Een deugniet, maar op een heel toffe manier. Heel onschuldig. Niet dat ik stoute dingen deed of zo, maar ik was een lieveke. In het instituut worden niet alleen schildpadden, maar ook tropische vissen verzorgd. De finalistes mogen ze even voeren. De jonge dames kennen elkaar intussen al tamelijk goed. De sfeer is ontspannen. Dat stinkt. En wie, is het eatable voor ons also? No? Not good enough. Oh, maar dat proef ik. Nee. Het is een allergie, hè? Nee. En ben je een vis? Als je daar binnenkwam, wel overweldigend om al die beestjes zo te zien. En natuurlijk om ze te aaien, ik kan daar weer niet van blijven. En dat ze mogen te voederen met die schildpadden vond ik dat super tof. Die hadden nog een beetje tanden. Ik had dat niet verwacht. Ik dacht dat ze zo van die lieve beestjes waren. Maar uiteindelijk, dat zijn zo'n beesten dat ze wel van die. Dat zijn grote schepsels. Hallo! Daarna hebben we uiteindelijk eentje mogen vrijlaten. Dat is wel zeer tof. Maar natuurlijk denk ik, vraag ik mij wel af van, zullen die wel kunnen overleven? Want die worden daar constant verzorgd, krijgen hun eten en opeens moet hij zichzelf zien te redden in de zee. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ik had toch wel wat hartpijn toen ik hem vrij moest laten, maar bon, hij zag er gelukkig uit en was al mee met de golven. Dus, ik vraag me af waar hij momenteel zou zitten eigenlijk. Maar ik dacht dat van die trage beestjes waren, maar die gaan goed vooruit als een schildpad.